Mijn naam is Sven, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik wil je vragen te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En druk gelijk ook even op de like-knop, maak je mij ontzettend blij mee. Dan gaan we beginnen met weer een nieuwe video. En in deze video gaan we iets leuks behandelen. We gaan namelijk het bijna openen van de sportschool behandelen. En ik weet wat jullie denken. We zijn de theorie zat. We willen praktijk zien. We willen zien hoe het moet. Stop nou met praten over hoe het moet. Laat het nou eens een keertje zien. Breng het nou in die praktijk. Bijna jongens. Bijna. We kunnen bijna weer in de sportschool. We mogen bijna weer de wei in. Het is nog heel eventjes volhouden. En daarom ga ik je nu vast vertellen over wat voor schema jij het beste kunt gaan doen. Of tenminste, ik ga je vertellen wat voor schema je kunt gaan doen. Er is niet per se een beste schema omdat iedereen te verschillend is. Maar er zijn wel schema's die het over het algemeen vrij goed doen. Dus het zijn wel schema's die de voorkeur krijgen. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Dit is een schema voor 6 dagen in de week. En dan hoor ik je denken, wow, wat? 6 dagen in de week? Waar moet ik de tijd vandaan halen? Nou, je hebt er 7, dus je hebt sowieso nog een dag over. En laten we eerlijk zijn, een dag heeft 24 uur. Van die 24 uur slaap je er ongeveer 8. De meeste mensen zelfs minder. 8 uur, 9 uur werken ongeveer. Ah, dan blijft er nog heel veel over hoor. Om even een 3 kwartier tot 1,5 uur te gaan sporten. 6 keer per week. Oké. Met die gedachte gaan we dus 6 keer per week sporten. En hoe gaan we nou sporten, hoor ik je denken. Nou, dat zal ik jou eens even goed vertellen. Wij gaan zo sporten dat wij alle spiergroepen 2 keer per week kunnen trainen. Wow, wat 2 keer per week is dat niet superveel? Nee, dat is helemaal niet superveel. Dat is gewoon voldoende. Het zou veel zijn als ik 2 keer per dag 2 spiergroepen iedere keer 2 keer zou trainen. En 2 keer trainen, in ieder geval. Tijd om ervoor te zorgen dat we nu een schema gaan volgen wat zin heeft. We gaan een push, pull, legs doen. Wat verstaan we onder push? Push, nou ja. Duwen, niet gek. Dus onder push verstaan wij de duwende bewegingen. Dit zijn de bewegingen waarbij je iets van je afduwt of naar beneden duwt of omhoog duwt. In ieder geval waarbij je een duwende beweging gebruikt. Een voorbeeld van een duwende beweging is de bench press, het bankdrukken. Een stang naar boven duwen, rustig laten zakken. Naar boven duwen, rustig laten zakken. Een voorbeeldje van pull, rug. Kunnen pull-up zijn, kan een lat pull zijn, alles naar je toe. Pool en legs, nou ja, en benen. Deze kun je onderverdelen in de grote groepen. Dus je hebt borst en schouders, rug en onderrug, core en je hebt benen. En armpjes die flubberen er ook ergens bij. Hoe ik het zelf doe is push, pull, legs, push, pull, legs. Dat betekent dat ik op zondag of in ieder geval 1 dag in het weekend vrij of rust zou hebben in die zin. Dat betekent dat ik 2 uur per training bezig ben? Ja, dat komt door het lullen. Maar nee, dat is niet de bedoeling. Het is meestal mik op een uurtje. Als je in dat uurtje goed bezig bent, dan pak je meestal een grote compound oefening. Dat zijn oefeningen waarbij je al je spieren ongeveer gebruikt. Dus een combinatie van spieren om 1 beweging te kunnen realiseren. Die doe je dus. Denk aan een bench press, denk aan een deadlift, denk aan een squat, pull-up. Al die dingen zijn ook allemaal compound oefeningen. En daarbij doe je dus de kleinere oefeningen voor het fine-tunen. Als je echt een gek beenschema hebt, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen te squatten. Extreem zwaar, je setjes daarop aan te passen. En dan nog 1 oefening voor bijvoorbeeld je hamstrings te doen. En dan heb je in principe je benen gedaan. Vergeet ook kuiten niet, jongens. Ik train ze ook. Ook heeft geen zin. Maak niet uit. We gaan door, jongens. Boei mij dat nou. Ik laat me niet gek maken. Ik blijf die kringen gewoon trainen. Iedereen blijft zeggen dat ik kleine kuiten heb. Ik vind het prima. Deze tijdslangen houden mij wel al 27 jaar overeind. Dus push, pull, legs, push, pull, legs. En een voorbeeld daarvan. Push. We beginnen op de maandag met push. Onder push versta ik schouders, borst en triceps. Triceps. Je duwt iets naar beneden, borst je duwt iets van je af en schouders je duwt ook weer iets van je af. Dus hier hebben we het over push. Ik ga bijvoorbeeld op maandag leg ik de focus niet per se op de bovenkant van mijn borst. Dus ik begin met een flat bench en ik doe bijvoorbeeld nog een cable fly en ik ga dippen, ik noem maar iets. Heb ik in principe al best goed mijn borst gepakt en dan doe je nog 1 incline. Dus dat je een stoertje onder een hoek zet van 45 graden om de bovenkant van je borst te doen. Of je doet een andere bovenkant borstoefening. Dan doe je nog 1 of 2 schouderoefeningetjes en ben ik klaar. Hoppatee, opgelost. Binnen een uurtje naar binnen en naar buiten. Ik probeer meestal niet van die gekke, doe deze oefening en de burn is niet normaal. Er zijn echt miljoenen oefeningen bewijzen van. Maar je moet gewoon een bepaald setje altijd in je schema hebben. Dan weet je zeker dat je altijd goed bent. Er zijn een beetje die powerlift oefeningen, al die sterke grote gasten. Squats, deadlift, bench, pull-ups of lat pulls in ieder geval. Die moet je gaan doen. En nu komt het grote geheim van mij. Ik zie schouders, dat heb ik ook al in een eerder filmpje verteld. Schouders zie ik als 3 losse spieren. Dus de voorkant schouder, de achterkant schouder en hierin het tussengedeelte als het ware. Ik zie het op die manier omdat ik het dan in kan delen in push en pull. Want die
Die gebruik je veel meer wanneer je een rugoefening doet. Dus die plaatsen we even onder pool. Dus wat doe ik bijvoorbeeld op een pooldag? Ik heb gisteren de flatbench dag gehad. En dan ga ik vandaag een pooldag doen. Ik begin met pull-ups of een lat pull in ieder geval. Heel zwaar, pas ik mijn seks weer op aan. En daarna kan ik ervoor kiezen om een small grip te doen. Of een chin-up te doen. Of in ieder geval een andere positie voor mijn handen. Dus dat mijn handen in plaats van zo of zo zitten. Dat ik ze nu hier of hier of hier of zo of zo. Zo. Noem het maar op hou. En dan kan ik ook bijvoorbeeld een face pull doen. Een face pull zodat je de achterkant van je schouders gebruikt. Of ik zorg ervoor dat ik een side raise doe. Alleen dat ik dan voorover zit. Dus dat ik mijn gewichten tot een bepaalde hoogte laat gaan. Waardoor ik echt alleen de achterkant van mijn schouders voel. Op die manier pak je dus echt een goede pooldag. Gaan we dan naar benen. Benen kan je ook weer opdelen omdat je alles twee keer per week traint. Kan je in het ene gedeelte de andere week. Je moet het zien als spiergroep. Ik doe bijvoorbeeld nu doe ik op woensdag en zaterdag doe ik benen. Zaterdag is bijvoorbeeld PR-dag voor mij en woensdag niet. Omdat ik zaterdag zeker weet dat ik uit kan slapen. In de zin van ik kom aan 9 uur bijvoorbeeld. En op woensdag is dat niet het geval. Dus kies ik ervoor om dan wat meer focus op volume te leggen. Of wat meer focus op mijn hamstrings te leggen. Of wat meer focus op mijn kuiten te leggen. In ieder geval probeer ik wel een afwisseling in mijn training te houden. En zo doe ik dat bijvoorbeeld met de pushdagen, dus maandag en donderdag. Maandag doe ik een flat bench en donderdag doe ik een incline bench. Ik probeer wel altijd iedere hoek een beetje te pakken. Dus de ene keer leg ik de focus meer op een bepaald gedeelte van de spier en de andere keer op het andere gedeelte van de spier. Maar ik probeer ze wel altijd een beetje af te wisselen in ieder geval. Zodat je altijd die prikkels krijgt en je moet die spierprikkels krijgen en je moet die impulsen geven. Je moet schade maken, je moet progressive overload toepassen, je moet zoveel doen. Maar dat is gewoon heel erg belangrijk voor nu. Dus wat je gaat doen is de push, pull, legs, rust, push, pull, legs of push, pull, legs, rust of wat jij wil. Doe het in ieder geval een goede volgorde. Zo natuurlijk dat je iedere dag goed herstelt, dus dat je iedere dag aan je eiwitten komt. Ik heb zat filmpjes over eiwitten en weet ik wat over tips erover en progressive overload. Dus kijk ook vooral eventjes terug. Ik heb playlists op mijn YouTube kanaal. Ik probeer uiteindelijk alle onderwerpen een keertje te bespreken. Vanaf volgende week of die week erop gaan we echt de praktijk in. Dus ga ik echt laten zien hoe ik het doe en hoe ik het heb gedaan. Welke fouten ik maakte en welke fouten ik nog steeds heel vaak zie. En ik ga je gaan leren wat ik weet. Ik wil je voor nu alweer bedanken voor het kijken. Ik wil je vragen om te liken. Als je niet geabonneerd bent, doe even abonneren. Ik kijk zelf echt uit naar het maken van instructievideo's zodat ik echt wat doe. In plaats van iedere keer voor die duffe witte muur te gaan staan. Dat gaat er dus ook aan komen. Hou me dus goed in de gaten. Als je me niet volgt op Instagram, volg me even @svenmack. Heb je vragen, stel ze hieronder. Stel ze op Instagram, stuur me een DM. Vraag iets. Bedankt voor het kijken. Ik zie je weer bij de volgende video. Later!